We gaan nu de tafel van 9 oefenen en daarbij maken we gebruik van de tafel van 10. 10 min 1 is 9, dus we maken eigenlijk gebruik van de tafel van 10 en de tafel van 1. Door de tafel van 1 van de tafel van 10 af te trekken, krijgen we de tafel van 9. Allereerst laten we de tafel van 9 in zijn geheel zien. Zoals we net zeiden, de tafel van 9 is de tafel van 10 min de tafel van 1. 1 keer 9, 10 min 1 is 9, dus 1 keer 9 is 9. De tafel van 10 min de tafel van 1. 2 keer 9 is dus 20 min 2 is 18. Natuurlijk mag je bij 2 ook zeggen 9 plus 9 is 18. 2 keer 9 is 18. 3 keer 9 is 30 min 3 is 27. 3 keer 9 is 27. 4 keer 9 is 40 min 4 is 36. 4 keer 9 is 36.

zeven keer negen is zeventig min zeven is drieënzestig. Zeven keer negen is drieënzestig. Acht keer negen is tachtig min acht is tweeënzeventig. Acht keer negen is tweeënzeventig. Negen keer negen is negentig min negen is eenentachtig. 9 keer 9 is 81. En 10 keer 9, die strategie slaan we over. 10 keer 9 is 90. Nog één keer de hele tafel van 9 achter elkaar. Oefen dit net zo lang totdat je binnen 2 seconden antwoord kan geven op alle opgaven uit de tafel van 9. En onthoud, 3 keer 9 heeft dezelfde uitkomst als 9 keer 3. Dus je mag de tafels ook omkeren. Iedere keer als je een 9 in een tafelopgave ziet, denk je aan de strategie van de tafel van 10 min de tafel van 1 is de tafel van 9.